Welkom bij de hoogtepunten. Ja, Matt, het waren van jou geen hoogtepunten deze week, hè? Nou, ik had een beetje een pittig weekje. Het begon met een klein ongelukje op de snelweg. Nou, en vlak dat ongelukje in de keuken niet uit. Ja, een week vol bijzondere ingrediënten. Ik ben blij dat hij erop zit. Veel plezier! Veel plezier. Mattie en Marieke. Ik heb dus gisteren al mijn kerstkleding van stal gehaald. Nou, dat is eigenlijk best veel wat ik in huis heb verzameld door de jaren heen. Ja. Dus ik zit hier met mijn diadeem, met daar een mini kerstmusje op. Het is nu de tijd om volledig in de voorbereiding te gaan. Dames en heren, ze is er weer bij. Miljuska Carey is wakker. Yes! Ik heb dus gisteravond in mijn keukentje lekker staan kokkerellen. En iedere keer ook een beetje gegniffeld als ik weer iets in de oven schoof. Ja. En ik heb dat meegenomen vanochtend. En jullie mogen daar straks 30 seconden naar kijken. En dan moeten jullie namaken wat ik heb gemaakt vandaag. En wel morgen meenemen. Ik red dit alleen als we zo meteen een pannenkoek zien. En dan nog is het de vraag wat ik morgen meeneem. Dit wordt natuurlijk helemaal niks. Dit wordt niks. Oké, zet maar neer. Go. Och, hemel, wat is dit? Oh ja, dit herken ik volgens mij wel. Oh, wat zie ik allemaal? Wat is dit allemaal? Oh. Ik ruik ook. Ja. Mag ik even iets optillen? Nee, je mag er niet aankomen. Nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Oké. Oké, de stop gaat weer op. Annemarie, wat heb jij gezien? Ga ik het aan jou vertellen nu? Nee, dat moet je niet doen. Ik denk dat ik hem wel heb. Jij denkt dat je hem wel hebt. Oké. Ja, ik denk namelijk ook dat ik zo klaar ben. Ik weet alleen niet wat er dan in die pasta moet, maar... Hummus. Annemarie, ja. Heb jij nou meer of minder dan 5 ingrediënten? En je moet eerlijk antwoord geven. Meer. Meer. Ja, jij? Minder. Zijn we er al toe? Ik heb je gemist hoor, maat. Het duurde langer, hè, die week. Ja, het duurde heel lang. Ze vindt het niet leuk, maar doe het toch. Oh, zo lekker om weer terug te zijn. Heerlijk. Ik vind het ook heel gezellig, hoor. Hoe heet nou het topic? Je ziet er ook uit alsof je knuffel nodig hebt. Ach, ja, tuurlijk, ja. Ik ben blij dat je het ziet. Hoe gaat het, schat? Gelukkig, ja, gaat goed. Mij is iets overkomen waarvan ik altijd heb gezegd... dat gaat mij niet gebeuren. Ik stond zonder benzine. Ik stap in mijn auto, ik had gesport. En die auto geeft aan, je moet tanken. Ja, en op de een of andere manier, 10 minuten later onderweg... ben ik dat gewoon vergeten. Ik ben gewoon vergeten dat ik eerst naar het tankstation moet. Sterker nog, jongens, ik heb eerst bij de pomp nog een bakje koffie gehaald. Nee! Toen ben ik verder gereden. Ja. Nee! En op de A4 kreeg ik de melding, uw tank is leeg. Maar ik stond helemaal op de linker rijbaan. En er waren 3 rijbanen, dus ik moest 3 rijbanen oversteken... met een auto die stilviel om uiteindelijk op het verdrijvingsvlak terecht te komen. Er was namelijk ook geen vluchtstrook. Er kwam namelijk nog een 4e baan bij. Toen dacht ik, ik moet die auto uit. Want als ik straks van links of rechts word aangetikt... ben ik helemaal het bokje. Ja. Dus ik ben de meest rechte rijbaan ben ik overgestoken. Toen kwam er politie. Die zei, wat doe je hier? Ik zei, ja, ik sta zonder benzine. Ja. Toen zei ze, ja, dan bel ik Rijkswaterstaat. En jongens, binnen 10 minuten stond Rijkswaterstaat er... en lag mijn auto achterop een oplegger. Die heeft me netjes bij de pomp gebracht... En ik heb hem hartelijk bedankt. Werd je herkend? Moesten zij lachen? Werd er een grapje gemaakt? Ik zal je vertellen. Ik moest wachten achter die vluchtstrook. Achter die vangrail. En ik dacht alleen maar... ik moet met mijn hoofd richting de automobilisten gaan staan. Met mijn haar, dat ik niet herkend word. Ja. Ik wilde gewoon niet gespot worden. Jij hebt mij gisteren een gerecht laten zien aan Annemarie en aan mij. Zodoende kreeg ik dit appje doorgestuurd. Die ik overigens privé naar Kiki heb gestuurd. Ik heb één vraag. Hebben wij een ovenschaal? Kiki, hebben wij een ovenschaal? Ja, lieve schat, we hebben wel 6 ovenschalen in de kast. Maar waar liggen die dan? Ja, die liggen gewoon in de kast. Maar ik heb echt alles... alles gewoon bij de pannen, daar achter de pannen liggen gewoon 6 ovenschalen. Nou, we hebben er nu 7. We hebben allebei onze ingrediënten meegenomen die we erin hebben gestopt. Dit zijn mijn ingrediënten. Vergeet ik iets? Nou, peperzout, olijfolie natuurlijk. Ik heb ook schelpenpasta. Heel goed. Ik had kaas gezien. Goudse kaas, 48+. Dat heb ik geraspt. Ja, ik dacht overgebakken spek. Verder heb ik nog tomatenpuree. Ja. Ja. En dat was het. Dat was het. Ik had een schotel gemaakt, een overschotel. Dat is een herfstige pompoen
pasta-schotel. Nou, ik ben heel benieuwd waar ze mee thuiskomen. Het lijkt Masterchef wel, ik vind het heel spannend. Nou, Annemarie, wat ziet dat er goed uit? We hebben de roosjes van de prosciutto erbovenop. Ik zie de walnoot. Ik zie ook inderdaad iets van pompoen. Oh, dat ziet er nog wel smakelijk uit, ja. Ja, nou, lijkt niet op die van ziet mij. Ziet er nog wel smakelijk uit. Gewoon lekker. Maar mis je nog wat? Ja, ik mis vooral de blauwe kaas natuurlijk. Oh ja, toch. Ja. Ik begon gisteren vrij optimistisch. Ik dacht namelijk, nou, ik ben echt zo klaar. Verder heb ik het een beetje op gevoel in de oven gezet. Dus ik heb hem op 160 graden gezet. Toen ben ik televisie gaan kijken. Het heeft een beetje een zwarte twist. Een zwarte twist? Ja, het is een beetje aangebrand gewoon. Alsjeblieft, hier is mijn gerecht. Oh. Hier is mijn gerecht. Wat is dit? Kerkhof. Dag des oordeels. Kerkhof. Maat, moet ik dit nou echt in mijn mond gaan steken? Nou ja, je moet wel proeven natuurlijk. Ik ga een hap nemen van de pasta. Ja, oké. Verzekerd. Gewoon keihard. Hoor eens hoe lekker knapperig. Pasta hoort niet knapperig te zijn. Het is een hele nieuwe uitvinding. Dit is gewoon pasta chips. Auw. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik zweer het echt. Je best doen? Ja, maar wat had ik nog in die pasta moeten doen? Je bent echt een groot probleem voor de samenleving. Voor alle mensen met smaakpapillen. Ik vraag me af, heb je het überhaupt gekookt, die pasta? Ja, heel lang. Super lang. Echt wel 30 minuten of zo. 30 minuten? Nou ja, zachtjes. Nee, ja, zachtjes. Oh, zachtjes. Niet op vol vuur. Only fans. Ja. Nee. Zit je op OnlyFans? Nee, nog niet. Maar in retroperspectief... Nog niet? Ik las later een artikel van een meisje. Die heeft het volgens mij 2 jaar gedaan. En die heeft daar 68 miljoen mee verdiend. Ja, maar dat zijn echt de uitzonderingen, Miljuska. Het is natuurlijk niet zo... Nou, misschien is jouw... Ja, de poes van Miljus is wel wat waard. In de Playboy staan was vroeger zogenaamd een eer. Maar de rechten van die foto's liggen nooit bij jou. Daar zit wel wat in. Ja. Bij OnlyFans heb je het helemaal in de hand. Ik denk ook niet dat je helemaal naakt moet gaan. Oké, nou jongens, Miljus de Poes _ 12 is in de making. Ja, sorry schat. Ja, ik blijf mezelf uitleggen. Maar het is ook zo'n lang blad. Ah, ja. Ja. De camera's zijn zo wijd. Wat een wijd shot. Ik ben nu, zeg maar, ben ik nog wel goed in beeld. Snap je? Zo werken die camera's. Yeah. Dan kan je tas dat op de gang. Ja. Ja, mijn tas dan op de gang. Het is een heel wijd shot, is het. Het is ook bijna onwerkbaar. Yeah. Je auto staat in beeld geparkeerd. Ja, mijn auto, ja. Kijk, ik zie dat de knipperlichten van je auto nog aanstaan. Oh, zo'n wijd shot. Je voordeur staat nog open, Kai. Ja. Nadat mijn vriendin en ik een tweede kindje hebben gekregen, Siem, kregen wij veel post natuurlijk. Waaronder de grote kaart die ik hier bij me heb. Die is getekend door alle collega's. En dat, bijna tranen in mijn ogen vind ik hartverwarmend om te lezen, want iedereen komt daar voorbij. Maar als je de kaart openslaat, springt er eigenlijk één gelukswens uit. En niet zozeer door inhoud, maar wel door vorm. En dat is de felicitatie van Mattie Valk. Ja, dat is al bijna A3-formaat. Ja, dat is al bijna. Ja, ik heb een beetje de ruimte genomen. Er staat trouwens, wat een mooie naam. Met een joekeloeris van een uitroepteken erachter. Kus, 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 Mattie. Tom van der Weert, onze collega hier, heeft ook onlangs een kindje gekregen. Ik was daar op kraamvisite, ik ben daar even langs gegaan. Uh-huh. En daar stond ook een joekeloeris van een kaart. En daar viel één gelukswens, sprong daar in het oog. De felicitatie van Mattie Valk. Wat een mooie naam. Met een joekeloeris van een uitroepteken. En toen gingen bij mij toch een soort van belletje gingen rinkelen. En toen dacht ik, Marieke Elzinga heeft laatst ook een kindje gekregen. Ik heb die kaart hier liggen, dat vind ik heel leuk. En inderdaad, Mattie heeft dus opgeschreven, wat een mooie naam, 2 uitroeptekens. En dan Mattie. Jij hebt eigenlijk een soort van handtekening op geboortekaartje. Ja, kijk, ik wil mezelf toch een beetje verdedigen. Bijna iedereen loopt hier of met een dikke buik of achter een kinderwagen. Ja. Dit radiostation is een soort fokboerderij. Ga op een vieze wc-bril zitten, je krijgt een drieling hier. Je geeft iemand een handje met zwanger. Ik heb zelf al een paar keer naar mijn onderkantje gekeken, ben ik zelf niet zwanger. Al sinds 2006, de afgelopen 18 jaar, zeg ik tegen iedereen die een kind krijgt, wat een mooie naam. Ik voel toch een beetje kaler dan een Mattie. Ja, toch anders, hè? Mattie heeft zich verslapen. Zullen we even bellen, jongens? Dag, schat. Ja, hallo. Ik dacht dat we op vrijdag de wekker niet meer zouden zetten. Mattie en Marieke. Q.